Billy, kun je voor de wc komen staan? Ik krijg de deur niet dicht. Ik ben er nog niet, maar... Ik kan nu echt even niet weg. Ik sta met Johan te praten over mijn nieuwe serie-idee. Ik heb een jumpsuit aan. Het is al vet asociaal dat ik jou nu aan het antwoorden ben. Sorry. En niet kotsen. Ik beloof niks. Sorry. Help? Iets meer naar links. Ah, ja, ik heb hem. Sorry. Jezus. Voetje voor voetje. Links. Ja. Oh, je chauffeur is er. Leuke muziek. Goeie gesprekken. Vrolijke chauffeur. Goedenavond. Waar hangt dat weer? Alsjeblieft. Oh, alsjeblieft. Ik geef u 5 sterren. Please. Dank u wel. Goed gesprek ook. Yes. Ga maar zitten. Oh, shit. Fuck. Rechtop. Ja. Rechtop. Hier, dan kan ik je riemel doen. Wow, ik zal maar doen alsof ik dat niet heb gezien. Ik heb het gezien. Zo, goed zo. Denk je nog even na over mijn serie-idee? Tot morgen. Dag meneer. Gaat dit altijd zo op die borrels? Nee, normaal is hij meer een billeman. Nee, geen zorgen. Het is echt nog nooit zo erg geweest als vanavond. Ja, ja. En welke witte man van middelbare leeftijd was dit? Dit was Johan, de programmabaas. Hoe vaak moet ik dat nou nog zeggen? Sorry, ik ben een zeef, dat weet je. Is dit die kiet waarmee je stond te praten toen ik op de wc zat en Gijs binnenkwam? Gijs kwam de wc binnen? Ja. Zie je wel dat je me moest komen helpen? Had je een momentje met hem kunnen hebben? Karma. Nou, ik vind mijn toekomst belangrijker dan een vent. In elk geval belangrijker dan een vent met een vriendin. Oh, ik hoop wel echt dat het iets uithaalt, dat ik mag pitchen voor Johan. Daar geloof ik niet in. Nou, jij gelooft ook niet in de eikenprocessierups, dus dat zegt niks. Het is gewoon fake nieuws. Net als schrijvers, daar geloof ik ook niet in. Ze zitten volgens mij de hele dag alleen maar een beetje te masturberen achter hun laptop. Dan wil ik wel aan de slag. Reken er maar niet op, die kiet is morgen alles vergeten. 10 euro. We zullen zien. Op zich is hij nog wel geil. Als hij op zijn benen kan staan. Hij is 50. Als hij 50 is, ben ik 50. Oké, dit is echt onze cue om te gaan. eindelijk. Mag ik nu kotsen? Vooruit. Bill? Hey. Alles goed? Ja. Cool. Anjaatje, is dat weer open? Waarom moet ik Gijs altijd net tegenkomen op de dagen dat ik een slechte broek aan heb? De kont zag er vast slecht uit. En hoe zag zijn kont eruit? Ja, weet ik veel. Ging heel snel. Plus, voor het geval je het vergeten bent. Gijs heeft een vriendin. Oh ja.
Wil je me €2,30 betalen voor lippenbalsems? Meen je dit, pa? Dan mats ik je nog, hè? Volgens mij was het veel meer. Peter Kaarsenmaker is super blij dat je hebt betaald. De vagina zit op slot. Wat? Die menstruatiecup. Ik heb alles geprobeerd. Op de wc, in de douche, liggend. Heb je me anders geprobeerd te vouwen? De U, de tulp, zo'n sevenfold iets. Ik krijg hem er gewoon niet ingestouwd, die fucking cup. De bloem moet worden geplukt. Je bloem moet worden geplukt om een menstruatiecup in te kunnen brengen? Ja. Ja? Noah, ik ga naar Francesco, hè? Oké, ma. Ja, ik kom dus niet thuis vannacht, oké? Prima, ma. Ja. Doei. Iedereen heeft seks. Mijn moeder, mijn katten, jij. Zelfs mijn vader naait iedereen. Financieel dan. Het moment is daar. De bloem moet worden geplukt. Zeker? Zeker. Wel rustig aan, hè? Sjoerd, 22. Mijn vrienden verklaarden me voor gek omdat ik mijn sokken strijk. Hoi, ik ben Tibor, 27 jaar. En ik hou van techno en speciaal. Hoi. Maud, 23 jaar, 2 waarheden, 1 leugen. Ik ben gaan backpacken in Thailand. Ik heb gezoend met Georgina Verbaan. En ik ben vegetariër. Caroline, 24, luistercoach. Op zoek naar iemand om pizza mee te delen. Ik ben Wesley, ik ben 25 jaar, ik ben niet zo heel lang, 1,74 en ik ga echt niet continu. Marie-Claire, 22, ga je mee wispen? 18 plus. Hoi, ik ben Britt, 21. Jules, 26, de perfecte grote lepel. Laat mijn leven nieuw leven in. Betty. Johan. Ben je nog een beetje veilig thuisgekomen gisteravond? Geen vuiltje aan de lucht. Zeg, dat serieplannetje van jou, dat klonk wel interessant. Zullen we het daar van de week eens over hebben? Ja, heel graag, dankjewel. Heel goed. Het is Billy trouwens, geen Betty. Ja. Ook leuk. Ja. Ja. Hop, hop. €10. I'm not so good for you. Dat weet ik niet meer. Ik ben er trouwens echt keihard naar links geswiped, hè? Door een kiet die echt helemaal niet zo geil was. Niemand wil mij. Ja, kom op, misschien is hij nog niet eens tegengekomen. Oh, sorry. Keer de deur. Geeft niks. Geeft niks. Lukt het? Met Metro Mannen 2? Ja, ik ben druk aan het schrijven. Zal ik je maar met rust laten? Ja, tot snel. Zou je de deur dicht willen doen, alsjeblieft? Dat was raar, hè, Betty?
Zullen we dit weekend afspreken? Ik kan niet. Ik heb 4 Tinder-dates staan. Ik dacht dat niemand jou wilde. Ja, figuurlijk dan, hè? Ik zei dat door rustig aan. De bloem moet worden geplukt, Billy. Beter vandaag dan morgen is mijn motto. Oh, ik dacht dat jouw motto was geld verdienen kan ik mijn hele leven nog. Ook. Dat is mijn andere motto. Ah ja. Nou, vertel. Wie zijn de gelukkigen?